De afgelopen weken gebeurt er toch iets schrikbarends in Suriname. Ouders, verzorgers en alle anderen die betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van het kind, die moeten namelijk heel nauwlettend zijn. Er is een game en dat is dan de Blue Whale, waar kinderen in het begin heel leuke dingen moeten doen. Prinsesje, prins, leuke kleren, zwerver, noem maar op. Een heel leuke game. Maar het is in feite een game die de kinderen op den duur ertoe brengt om de hand aan zichzelf te slaan, zelfmoord te plegen. Van drie gevallen, dat is al bekend, dat drie jonge kinderen al zelfmoord hebben gepleegd. En dit kunnen wij niet langer zo laten, zegt Emmy Hart en mevrouw Becker van Stichting Roemas. CBN Prime Alert sprak met hun en zij geven aan wat nu echt de taak is van niet alleen ouders, verzorgers, maar in feite van die totale gemeenschap. Wat verontrustend nieuws, en dat is dat vanwege TikTok, ja, tieners nu de hand aan zichzelf slaan. Ja, het is... Ja, dat kan Anne straks uitleggen. Het is begonnen met de TikTok. Ik zie mijn kleinkinderen, die zijn ook bezig met TikTok. En het is een heel plezierig ding. Ouders letten het niet zo meer op, want ze vinden het heel leuk. Maar het blijkt dat binnen de TikTok er iets anders speelt. Ik weet niet hoe het heet, mevrouw Becker zal het uitleggen, want ze heeft het... Blue Whale Challenge. Oké, okay, je kan eigenlijk hier komen. Je kan hier staan en kan jij dat zeggen. En het blijkt dat die kinderen... De kinderen worden verleid. De kinderen beginnen met hele mooie dingetjes van zet een hoedje op. Je ziet ze veranderen van een slordig dingetje naar een hele mooie dress. Een prinsessendress. En het is leuk. Ik vond het ook leuk, want mijn kleindochter doet het ook. Ik zie mijn andere kleindochter het ook doen. En ik vond het mooi. Totdat ik hoorde dat mensen, dat kinderen de hand aan zichzelf slaan. En één keer dan denk je, oké, je weet niet precies wat er aan de hand is. Wij volwassenen zijn niet zo handig, vaardig met die mobieltjes. En wat blijkt nu? Mevrouw Becker hebt me gisteravond een nichtje van iemand is, van haar is overleden. En dan hoor je, een jongen heeft zich door het hoofd geschoten. Omdat het kinderen zijn, mevrouw Becker is gedragsdeskundige, kan ze het beter uitleggen. Omdat het kinderen zijn, kun je kinderen makkelijk verleiden. En ik heb het gevoel dat ouders niet weten wat er aan de hand is. Ik was vanmorgen bij een fysiotherapeut en ik vertelde het verhaal. En iedereen die daar stond, mannen zowel vrouwen, niemand wist er wat van. Dus ik denk dat we nu in een fase zijn beland in Suriname voor de bewustwording dat men weet dat naast de COVID, handen wassen en zo, dat men hun kinderen aware moet maken hoe gevaarlijk het spelletje is. Het begint met een onschuldig spelletje, lachen, en het eindigt in een dood kind. Dus mensen moeten bewust gemaakt worden vanaf dat ik hier sta. Ik heb met Ik Ben erover gesproken. Ik Ben is het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk. En ik heb ze gezegd, wij zijn een orgaan. Laten we erover praten. Ik heb het naar verschillende mensen gestuurd, want ik zie dat het naar is begonnen. Ze hebben iets op de televisie laten zien. Maar als je het één keer laat zien, dringt het niet tot mensen door. Het moet eigenlijk er moet een agressief beleid erop losgelaten worden. Anders gaan we zo onze kinderen verliezen. Ja. Mevrouw Becker, u zal uitleggen wat het precies is. Het is eigenlijk Blue Whale Challenge, heet dat een programma. En eigenlijk waar het om gaat is dat het de jeugdigen, die is een poppetje, die eigenlijk een soort duivelachtige poppetje is. Eerst begint hij met allerlei mooie, leuke dingen met die kinderen. En uiteindelijk allerlei opdrachten geeft het de kinderen. En als ze zover zijn en ze willen geen opdrachten meer doen, dan worden ze bedreigd dat ze dood gaan. En de laatste opdracht is zelfmoord.
en plegen. En we hebben eergisteren, dinsdag, hebben we een app gekregen van een oma, waarvan haar kleinkind van 12 jaar dat heeft gehad. We hebben een jongetje gehad van 15. En gisteren hoorde ik van mijn buurvrouw ook dat haar nichtje ook zelfmoord heeft gepleegd. Dus het is nu tijd om de alarmbellen te laten rinkelen en ouders te zeggen, let op wat je kinderen doen op die telefoon. Want we geven ze heel makkelijk een telefoon, omdat ze ook, het is de tijd ervoor. Je kunt niet zeggen dat je dat kind een telefoon onthoudt. Maar hou de geschiedenis, kijk naar de geschiedenis van je kind, wanneer hij op de telefoon is. Welke dingen doet hij? Er zijn ook mogelijkheden om bepaalde sites te vergrendelen. Vergrendel bepaalde sites voor je kind. Blokkeer het. TikTok is inderdaad leuk, zoals mevrouw Haart het zegt. Het maakt allerlei leuke dingen, maar via TikTok komen ze dan bij die Blue Challenge Wheel. Dus ouders, verzorgers, oma's, opa's, tantes, ooms, buurvrouw, buurman, leggen jullie je kinderen uit wat dit is. Zoek het samen met je kinderen op en laat ze en laten we onze jeugd niet op een goedkope manier kwijtraken. Ja. Dat is eigenlijk mijn oproep. Ja. Maar u zegt blokkeren, ja? Ga de historie na waarop ze, op welke site ze allemaal zijn geweest. Maar wat zou men nog veel meer kunnen doen, mede gelet op het feit dat vooral de kinderen nu thuis zijn? Ja. Dat is, toch is het enige wat je kan doen is controle. Ja. Je zult controle, instructies aan het kind moeten geven. Niet bang zijn om met het kind over deze dingen te praten. Ik zelf, als ik kleine kinderen zou hebben, zou ik het zelf gaan opzoeken. Om te kijken wat het precies is. Om mijn kinderen beter daarover instructies te kunnen geven. Van hoe ze ermee om moeten gaan. Want eigenlijk moeten we onze kinderen continu instructies geven over hoe ga je om met die telefoon. Wat kan je ermee en wat kan je er niet mee. Om te voorkomen dat je kind eigenlijk misbruikt wordt via de telefoon. Maar nu in deze tijd van vakantie, mevrouw Haart, is een mobiel nodig voor de kinderen? De kinderen zijn verslaafd aan een mobiel. En ik denk dat die vele ouders blij zijn dat hun kinderen een telefoon heeft, zodat ze zich bezig kunnen houden. Dat is eigenlijk een makkelijke manier om je kinderen niet te hoeven controleren. Zit maar daar en heb je telefoon. Ik heb al lang aan de bel getrokken, omdat ik ooit een van mijn kleinkinderen had plotseling last van haar ogen. Ze zegt, oma, ik zie niet goed. Ik zeg, hoe bedoel je? Plotseling een dagje. Ze zegt, oma, het lijkt wel of ik niet zie. Ik zeg, wat is er? Dus ik bracht dat kind naar de oogarts. En die oogarts zegt, mevrouw, heeft u een tablet? Ik zeg, ja. Gaat dat kind op die tablet? Ik zeg, ja. Ze zegt, dat is het. Je oogvocht gaat opdrogen. En het kan leiden tot blindheid. En sommige kinderen zijn de hele ochtend bezig. En sommige ouders zijn aan het werk, anderen niet. En dat is het gevaarlijke van een telefoon. Want er is geen controle. En als er controle is, kan je je kinderen zeggen, luister 2 uurtjes per dag. En wat gebeurt er? Ik weet nu, ik weet bijna zeker, want we gaan vaak met kinderen om. Een heleboel kinderen zijn blij dat ze gratis over zijn. Dat zeggen ze, gratis over. Ze hebben niet hoeven te studeren, omdat ze de hele dag bezig waren met hun telefoon. Maar rekensommetjes en taal kennen ze bijna niet meer. Want ze zijn over. Ik denk dat het ministerie van Onderwijs niet zomaar gaat beginnen in september of wanneer ze gaan beginnen. Dat ze eigenlijk de kinderen moeten leren om weer te wennen, om weer school te draaien. Dus eigenlijk zou je niet gaan zeggen, ik begin gewoon met een nieuw schooljaar. Nee. Het moet de kinderen weer aangeleerd worden hoe ze moeten leren. Want nu zijn ze onbewust bekwaam in het kijken naar hun mobieltjes en werken op een telefoon. De kleinste kinderen lopen met een telefoon rond. De kleinste, het kan nooit. Nooit van ze langs aan ze leven. Maar ouders vinden het zo makkelijk, een kind van 6 jaar, 7, je hebt je eigen telefoon. In uw tijd zou het toch niet kunnen? De mijne ook niet. Maar ik las, want nu lezen ze op hun mobieltjes. En toch, controle, instructie geven. De 4 aspecten van de opvoeding is, behalve dat je instructies moet geven aan die kinderen, controleer je kind, ondersteun je kind, ga samen met je kind kijken. En ga het kaderen, zet het in een kader voor het kind. Vanaf 2 uur
tot 4 uur moet je slapen. Maar van 4 tot zo moet je spelen. En van zo tot zo mag je op je mobieltje bezig zijn. Hoeveel ouders doen dat? Laten we eerlijk zijn. We moeten een andere structuur gaan bedenken. Om onze kinderen eigenlijk aware te maken. Hoe ze met hun vrije tijd om moeten gaan. U zegt de vakantie. Vroeger zouden we hebben vakantieschool. En iedereen zou iets doen, ook Ruma's. Nu met die COVID zit iedereen nog na te denken, wat zal ik gaan doen, want ik moet met 5 kinderen. Bij Ruma's hebben we maandagschool. We hebben creatieve vorming, maar ook nu kunnen we niks doen. En ik denk dat vele mensen op dit moment zitten met problemen hoe met de kinderen bezig te zijn. Dus ik denk dat het ministerie van, hoe heet het nieuwe ministerie, RO en sportzaken of arbeid en jeugdzaken, ze moeten gaan kijken in de komende 2 maanden, hoe doe ik met mijn kind, hoe doe ik met de kinderen. Het is een uitdaging voor iedereen. Roep organisaties op. Iedereen wil, niet iedereen, bijna iedereen wil werken. En als iedereen wil werken aan onze jeugd, dan denk ik dat we meerdere doelen kunnen bereiken voor Suriname met wat onze jeugd betreft. Ja. Mevrouw Becker, we zouden toch even graag willen zien, weer een waarschuwing voor zelfmoordspel, Blue Wheel Challenge. Ja. Zelf Nederland praat hierover, ja, ad.nl. Ja, ja, ja. Ja, alsjeblieft. Dus tot slot, mevrouw Hart, uw oproep dan aan alle ouders en verzorgers. Mijn oproep is alvast aan de beleidswerkers, medewerkers, beleidsadviseur, beleid, alles van het beleid. Laten we gaan kijken, het gaat niet zo goed in, die COVID kilt ons al. Met die COVID moeten we al zoveel rekening houden. En nu komt er nog een andere dreiging op onze jeugd. Niet op onze jeugd, alleen op ons. Dus laten we met z'n allen, alle organisaties, hun hoofd gaan buigen. En gaan kijken, hoe kunnen we Suriname nog gezonder maken, los van COVID. COVID, de kinderen weten al. Zelfs de kleine kinderen lopen met een mondkap nu. Maar laten we gaan kijken wat we nog meer kunnen doen voor onze jeugd. Zodat we kunnen zeggen, we hebben het goed gedaan. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, wij als volwassenen. Op dit moment neem ik mijn verantwoordelijkheid, Ruma's neemt zijn verantwoordelijkheid, u neemt die verantwoordelijkheid. Laten we kijken hoe we dit nog meer rugbaarheid kunnen geven, zodat Suriname wakker geschud kan worden om overal ogen te hebben, ook in uw rug. Dus dat is wat mijn boodschap is. Iedereen voorzichtig en neem je verantwoordelijkheid. Ja, en dat is ook mijn boodschap eigenlijk aan alle volwassenen en jeugdigen. Want het gaat niet alleen om de 12-jarigen en de 13-jarigen, maar ook oudere jeugdigen worden met deze site en komen in aanraking ermee. Dus ook voor hun een oproep om als je met zo'n site in aanraking komt, ga er niet mee in zee. Ga geen dingen doen die je niet moet doen. Ik weet dat soms dingen dat de jeugd houdt van ons. Onderzoeken, maar je hoeft niet alles te onderzoeken. Je hoeft niet alles te onderzoeken om van alles wat te weten, want het kan je leven kosten. En jullie zijn te kostbaar voor deze samenleving om jullie kwijt te raken. Jullie zijn de toekomst van morgen.